Hij staat er hoor, leuk. Heren, ik hoor het wel, hij staat er. En we zien het ook. Ben je tevreden? Absoluut. Ja. Ik vind het mooi hoor. Of hok is misschien niet de goede kiosk. Wat is het mooiste kiosk? Ja, ik vind het mooi. Nou, en we hebben hier de eigenaar en de architect, als ik het goed begreep. Hè? Ja. Ja. Nou, vertel eens, hoe lang hebben jullie hier samen over aan gewerkt? Echt, sta je stevig? Behoorlijk. 10 jaar. 10 jaar, ja. Was dat zo'n lastig ontwerp? Nee hoor, het ontwerp was in 2009 al gemaakt. En de Elfvalscommissie begin 2010 akkoord. Dus daar lag het niet aan. Het was al een heel lang traject. Ja, want Adriaan, jij hebt eigenlijk niet zoveel zin om het hele verhaal te vertellen. Maar toch heel even kort, want vorige week was je in het nieuws. Want het is uiteindelijk de bedoeling dat de oude kiosk aan de overkant die gaat weg. Ja. En jij bent natuurlijk van de Viskraam, en we zijn al eerder bij je geweest. En dit wordt een frietzaak, hè? Als een frietkiosk. Ja. Maar niet iedereen was er blij mee? Nee, ik denk dat het... iedereen heeft het recht om er wat van te vinden. En ik denk dat wij alle partijen in ieder geval wel proberen tevreden te stellen. Ja. Dat lukt nooit altijd, maar we hebben nu in ieder geval een mooi ding staan. Ja, en in principe, kijk, de vergunning is er nu gewoon en jij kan gewoon vertrouwen. Dat was al een tijdje hoor. Ja, precies, dat was al een tijdje. Maar dan is er een bezwaarprocedure, dat soort zaken nog. Ja, precies, en dat recht hebben mensen ook. En hier is het resultaat. Ja, het ziet er goed uit. En ik vind het persoonlijk, maar dat is natuurlijk ook een persoonlijke mening, ben ik hem niet meer staan op deze plek. Ja. En wat is hier precies de bedoeling van een frietzaak? Ja, we gaan hier uitsluitend streekproduct verkopen. Dus alles uit de buurt. Lekkere aardappels uit de Zeeuwse klei. Ja, betaald er niet de klei, ja precies. Ja. Gewoon een lekker product. En het vlees, een kroketje met uit veren. Dus dat je het dier uit veren komt. Dat het fruit wat we verkopen uit de kapellen komt. En we hebben een vriend vaak die fruit verkoopt, dan sta ik dat goed? Ja, fruit. Je hebt bijvoorbeeld compotes of je hebt bepaalde stookvlezen. Alles willen we lokaal en lekker hier aanbieden. En ook gezond. Geen Coca-Cola producten. Gewoon alleen maar eigen gemaakte mayo's en ketchup en alles. En in welke zak ga jij nu staan? Blijf jij de busman of ga je er zelf in je rukkelen staan? Nee, ik heb een opleiding gedaan in België. Ik ben nu beëdigd frituurist, zo heet dat ook. Ja. Beëdigd frituurist? Ja. En dat is geweldig. Ik ga dat gewoon lekker doen. Ja. En heeft de zaak ook al een naam? Hij heet De Frietkiosk. De Frietkiosk, nou, dat is heel overzichtelijk. En wat is dan precies het adres? Houtkaai nummer 4. Oké, nou dat is heel goed. En ik heb nog een laatste vraag. Want nu wordt natuurlijk de bestrating eromheen wordt ook nog verwerkt. Ja. Maar die put daar links, is dat nou een vetput of wat is dat? Het is een... Ik zal er even heen lopen. Good job. Hey, good job. Het is een vetscheider. Een vetscheider? Ja, okay. Dus op het moment dat je je vuile water, dat wordt eigenlijk gefilterd daarin en dan komt het uiteindelijk schoon in het riool terecht. En daarmee ben je eigenlijk ook weer wat toekomstgericht. Ja. Ook hebben wij vet voor luchtfilterbehandeling en dat de uitstoot ook minimaal is. En dat er ook geen overlast is naar de buren toe. Ja. En het hokje aan de overkant, heb ik toch nog een laatste vraag. Maar wanneer moet die verdwijnen? Wat is de bedoeling? Ja, we hebben daar, dat zal binnenkort ook zijn. Ja. En deze dagen? Kijk, nu kunnen die mannen er nog gebruik van maken voor het toilet. Dat we in ieder geval geen Dixie nodig hebben. Oké, die zit daar nog in. Beetje, En maar de aanvraag, alles is al geregeld. Dat wordt gewoon een open plek? Dat weet ik niet wat de functie daarvoor wordt. De gemeente... Wij zorgen ervoor dat hij netjes gestraald is en dat hij schoon opgeleverd wordt. Ja, dat is dan goed. Zou ik blij zijn dat hij weg is, want dat was eigenlijk in 2010 al het plan. Ja, het is een lelijk hokje. Wat ik dan altijd nog heb, is dat het natuurlijk een hele lange geschiedenis heeft. Ik ga ooit nog eens met Danny Vera de geschiedenis van de bloemenkiosk en zijn vader en zijn moeder uiteraard. Nou, als die weggehaald wordt, kun je misschien benaderen. Ja, misschien dat hij dan eens langskomt met zijn scooter. Hij is vaak genoeg in de stad. Dus, maar het is wel een stukje geschiedenis wat verdwijnt. Maar goed, er komt nieuwe geschiedenis weer terug.
Veel, veel succes hier zo. En ja, bedankt. Kom over een week of vijf kom ik kijken hoe het eruit ziet. Dankjewel.